What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag is het eindelijk tijd om weer eens te beginnen met een gloednieuwe serie op dit kanaal. Namelijk de Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke Challenge. Ik weet dat heel veel van jullie heel graag Pokémon op mijn kanaal zien, dus ik dacht, ja, ik moet hier eigenlijk nog wel een keer verder mee. En terwijl we naar de intro van de game kijken, ga ik jullie uitleggen wat de Nuzlocke Challenge dan precies is. De Nuzlocke Challenge is een challenge om Pokémon spellen wat moeilijker te maken. Want, ja, vooral Pokémon Let's Go is niet super moeilijk en dit kunnen we spannender maken. Een Nuzlocke Challenge houdt bijvoorbeeld in, en dit is de belangrijkste regel, dat als een Pokémon kapot gaat, als die feint, zoals in de game, als die flauw valt, dan moeten we eigenlijk zeggen dat die dood is. En als iemand dood is, dan kan je hem dus niet meer gebruiken. Als een Pokémon feint, mag je hem niet meer gebruiken. En dat geldt voor iedere Pokémon die je vangt. En daar valt nog iets anders over te vertellen. Je mag namelijk bij een Nuzlocke Challenge maar één Pokémon vangen en gebruiken per gebied waar je komt. En dit moet ook de Pokémon zijn die je als allereerste tegenkomt. Yo, zal ik mijn opponent gewoon Nuzzy noemen, want het is tenslotte de Nuzlocke Challenge. Wat ik dus wou zeggen, je mag alleen de allereerste Pokémon die je per route tegenkomt vangen en gebruiken. Nou is het in Pokémon Let's Go zo dat je Pokémon moet vangen om te levelen. Dus we gaan wel meer Pokémon vangen per route, maar we mogen alleen de allereerste Pokémon die we op een route of in een gebied tegenkomen en vangen, die mogen we alleen gebruiken. Geen andere Pokémon. Dat zijn de twee belangrijkste regels van de Nuzlocke Challenge. Er zijn nog veel meer andere regels, maar dit zijn de twee belangrijkste regels. Als een Pokémon kapot is, als die dood is, mag je die niet meer gebruiken. Maakt niet uit welke Pokémon het is, zelfs al is het Eevee. Als Eevee down gaat, mogen we Eevee niet meer gebruiken. Ja, dit is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk, maar dat is de regel van de Nuzlocke Challenge. En dat is dus wat deze Nuzlocke Challenge zo moeilijk gaat maken. En we mogen alleen de eerste Pokémon vangen die we tegenkomen op een bepaalde route. Nou, jullie kennen dit allemaal, dit begin van de game. We moeten de e-mail lezen die hij heeft verzonden aan ons. Daar is Nuzzy. Ja, Nuzzy is weer van de partij. Dit keer geen baasje, maar dit keer is het Nuzzy. En anyway, laten we even de e-mail lezen. We hebben de game al uitgespeeld, man. Kom op, Nuzzy. Dit weten we toch allemaal. Let's go, we gaan naar beneden. Hier is mijn moeder. Ik ga gewoon weg zonder mijn moeder gedag te zeggen. Ja, doen we gewoon. Dit is Palutown. Het blijft super mooi. Toen ik hier voor de eerste keer was, jongen, ik was zo blij. Ik was zo blij toen ik mijn avontuur mocht starten hier in Palutown. Het is geweldig. Het is geweldig. En ik ben heel erg benieuwd of deze Nuzlocke Challenge ook geweldig gaat worden. Ik ben heel erg bang, want als het fout gaat, dan gaat het goed fout. Als al je Pokémon in je team gefeind zijn, is het ook gewoon game over, hè? Dus als stel ik heb 6 Pokémon gevangen en al die 6 Pokémon gaan down bij een gym battle, dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon missie gefaald. Dan houdt het gewoon op. Dan stopt de serie. Dan stopt de serie, jongens. Ik ben zo benieuwd wat jullie van deze serie gaan vinden. Ik hoop dat jullie weer keihard mee gaan leven met dit Pokémon-avontuur. En hier hebben we Eevee. En deze Eevee gaan we natuurlijk gelijk vangen. Ja, hallo Eevee. Het zou wat zijn als het gewoon gelijk shiny Eevee is. Hè? Dat kan. Het kan volgens mij wel. Maar het is geen shiny Eevee, jongens. Het is gewoon een normale Eevee. Hier is die. En daar gaan we. Gooi die Pokébal op, Eevee. Nou zit ik hier wel een beetje moeilijk met de mic. Maar we gaan het alsnog proberen. Ik denk dat het... Ja, kijk, opa, een Greatrow. Kom in mijn team, Eevee. Mijn allereerste Pokémon. Ik zal zo goed mogelijk voor je gaan zorgen. Want je mag niet down gaan. Want dan ben je gewoon klaar. Dan mag ik gewoon niet meer met jou spelen. Dan ben je gewoon kapot. Yeah, Eevee in de pocket. Dat is zo leuk. Onze allereerste Eevee. Daar is die. Ik hoop echt zo erg dat ik een goed baasje ga zijn voor Eevee. Een andere regel in de Nuzlocke Challenge is dat je eigenlijk al je Pokémon moet nicknamen. Dus je moet ze allemaal een nickname geven. Dit om de band een beetje te versterken tussen jou en je gevangen Pokémon. Want ja, je wil gewoon goed voor ze zorgen. Dat moet, want als je dat niet doet, dan is het gewoon klaar. En oh, Eevee, waar ga je naartoe? Kom eens even terug, joh. Ik had het net over het versterken van onze band en dan gaat me Eevee zo wegredden. Kom op, Eevee. Where are you? Hier hebben we Nuzzy. Nuzzy wil natuurlijk ook graag een Pokémon meenemen op zijn avontuur. En Nuzzy is natuurlijk heel erg verbaasd dat wij zelf onze Eevee hebben gevangen. Eevee, kom maar uit je Pokéball. Jij bent mijn beste mattie. Pak de Pokéball. Let's go.
Pak hem. Laat Eevee maar uit zijn pokebal komen. Daar is de Eevee. Kom maar. Yeah. Oh, magie. Het is magie. Ja, we moeten die Nuzlocke Challenge gewoon doen. Met deze super, super schattige Eevee. De vorige keer hebben we Pokémon Let's Go Pikachu gespeeld. Nu gaan we Pokémon Let's Go Eevee spelen met deze super leuke Eevee. Yay! Wij zijn een goed team, Eevee. Ik voel het al. Dit gaat ons lukken. Wij gaan deze Nuzlocke Challenge fixen. Eevee became your Pokémon. Yay! Oké, een nickname. Eve. Ik noem hem gewoon Eve. Dat klinkt ook nog een beetje stoer. Gewoon Eve. Ja, dat vind ik wel een leuke naam. Of Eva. Maar ik weet niet of de jongen of een meisje is. Daar heb ik niet naar gekeken. Laten we gewoon Eve doen. Want ja, ik weet niet of de jongen of een meisje is. Stiekem had ik Eve al heel snel onder in mijn layout neergezet. Terwijl we Eve nog geen eens hadden. Eve heeft ons belazerd. Let's go. We gaan naar buiten. En moeten we nu dus gelijk gaan battelen met Nuzzy of niet? We krijgen in ieder geval wel gelijk de Pokédex mee natuurlijk van Professor Oak. Ja, kom maar. Geef maar. Geef mij die Pokédex maar. Yay, Pokédex. Haipoe. Pokédex. Yay. Nou, let's go. Dankjewel Professor Oak voor de Pokédex. En dan gaat onze Nuzlocke Challenge zometeen toch echt beginnen. Ik ben benieuwd welke Pokémon we als eerste tegenkomen strakjes. Nou is het de Pokémon Let's Go meestal zo dat er meerdere Pokémon tegelijk spawnen. En dan mogen we er eentje kiezen. Dus spawnen er meerdere verschillende Pokémon, dan mogen we er dus eentje kiezen welke we willen vangen. Dus we hebben nog soort van keus. Soort van opties. Let's go! Ja, we moesten inderdaad niet battelen hier zo met Nuzzy. We gaan naar buiten en dan gaan we onderweg met ons Nuzlocke avontuur. Maar eerst moet mijn moeder nog eventjes wat aan mij vertellen. En die vindt het helemaal fantastisch dat we deze Eevee zelf hebben gevangen. Oh, Eve. Moeder zegt, ah, die zit wel vol met energie, hè, die Eevee. Nou, laten we hopen dat Eevee dat gewoon vol gaat houden. We krijgen natuurlijk de map van mijn moeder. Van mijn moeder. Een mooie map. Die map hebben we niet zo heel erg nodig. Behalve als we straks van stad naar stad moeten gaan vliegen natuurlijk. Let's go. No, Eevee. Kijk, Redditor. Ja, Redditor was de eerste Pokémon die we eigenlijk zagen. Die liep vooraan. Dus we moeten deze Redditor gaan vangen. Al zou ik liever natuurlijk die Bellsprout hebben gevangen. We moeten het doen met Redditor. Want die zagen we als allereerste. Let's go. Vang hem maar. Hoppa. Gelijk een excellent. 1, 2, 3. Redditor. Yay. Welkom in het team Redditor. We gaan dit natuurlijk allemaal zo eerlijk mogelijk proberen te doen. Dus ja, ik had liever die Bellsprout gehad. Maar we moeten het toch echt met Redditor doen. Want die zagen we gewoon als allereerste. Het is een vrouwtjes Redditor. En die moeten we eigenlijk ook even een nickname gaan geven. Change name. Ik noem hem gewoon Purple. Want ik vind die kleur paars vind ik gewoon heel erg mooi. De kleur paars van Redditor vind ik nice. Dus we hebben nu Eve en Purple. Let's go. We gaan door. We mogen nu dus van mij, van mijn Nuzlocke Challenge, mogen we best wel andere Pokémon ook vangen. Want we moeten dus onze Pokémon ook zien te levelen. Alleen mogen we die dus niet gebruiken als we gaan battelen met andere trainers. Dat mag niet. Wat ik dus nu ook ga doen is mijn Pokémon box openen en elke Pokémon die we mogen gebruiken als favorite markeren. Dat is heel wat anders. Kijk, favorite. Hoppa. Die twee mogen we gebruiken. Let's go. Eigenlijk wil ik gewoon eerst een team van 6 Pokémon bij elkaar zien te fixen voordat we andere Pokémon gaan vangen. Eevee heeft misschien wel wat gezien hier zo in de plantjes. Ja hoor, een raspberry. Thanks Eevee. Thank you very much, Eve. Ik moet ze natuurlijk wel bij hun nickname noemen. We zijn nu in Viridian City. Dus als we nu op een nieuwe route komen, dan mogen we dus weer nieuwe Pokémon gaan vangen. En hier links is natuurlijk een hele nieuwe route. Hier kunnen we alvast naartoe. Ook al kunnen we helemaal nog niet verder hier aan deze kant. Hier mogen we wel gelijk een Pokémon gaan vangen voor in ons team. Dus dat gaan we ook doen. En het is een vrouwtjes Nidoran. En dat is op zich wel nice. Vrouwtjes Nidoran. Kom in mijn team. I want you. Hoppakeetje. Great throw. Hopelijk vangen we Nidoran gelijk. 1, 2, 3. En yeah. Weer een nieuwe Pokémon in ons team. Het is Nidoran. Vrouwtjes Nidoran. We zijn lekker op weg. We hebben er nu al 3. Ik heb wel een heel slecht plaatje gevonden van Nidoran. Sorry, er was geen beter plaatje. Eevee gaat in ieder geval level up. Die leert gelijk Quick Attack. Nice. En er wordt gelijk data aan de Pokédex toegevoegd natuurlijk van Nidoran. En hiermee hebben we ook een Poison-type Pokémon in ons team. En daar ben ik altijd blij mee. Ik vind Poison-types altijd super chill. Dan gaan we Nidoran ook maar eventjes een andere naam geven. En ja, weet je, Queen, toch? Moet ik dat wel even goed schrijven. We hebben Eve, Purple en Queen nu al in ons team. Lekker. Die Sparrow en die Redditor mogen we niet vangen voor ons team. Want nogmaals, maar 1 Pokémon per route. Deze route hebben we dus nu ook al gehad. We gaan hier wel even die Potion oppakken.
Let's go, want hier ligt nog een potion in dit bosje. Kijk, hoppa, potion in de pocket. En dan gaan we eens kijken wat Jesse en James hier allemaal aan het uitspoken zijn. Want ik zag ze alweer klaarstaan daarboven. Jesse en James, hallo. Jesse, James. Oh, ze houden de wacht en we mogen er niet door. We moeten dus inderdaad eerst nog even wat doen. Volgens mij moesten we naar de Pokémarkt. Want daar staat die meneer op ons te wachten namelijk. Hallo meneer, hallo. Ik kom inderdaad uit Palletown en inderdaad, wij kennen de professor. Oh, moeten we even terug? Nou, dan gaan we even de parcel afgeven bij de professor. Zoals we dat altijd moeten doen. We kunnen natuurlijk wel gewoon gelijk warpen. Dat is handig. Dat scheelt ons allemaal weer wat tijd. Dat is super nice. Hallo professor, ik heb hier wat voor je. Het gaat goed met Eevee. De professor vraagt hoe het gaat. Ja, het gaat super goed met Eevee. Eevee loopt nog steeds lekker naast mij. En zie je, is super duper happy. Kijk eens hoe dikke matties we beginnen te worden. En de professor ziet het ook, dat we inderdaad goede matties beginnen te worden. Ja, zullen we het pakketje inderdaad even aan de professor geven? Alsjeblieft, meneer. En daar hebben we Nuzzy. Hallo Nuzzy, welkom back Nuzzy. Nuzzy zegt, wow, dat is zo cool. Die vindt het zo leuk dat Eevee op ons petje zit. Nou ja, het is geweldig, het is superleuk, het begint goed. En ik hoop dat deze Nuzlocke challenge gewoon goed blijft gaan. En dat we dit kunnen volbrengen jongens, want het is moeilijk. Het gebeurt vaak hoor, dat YouTubers het niet halen. Dat de Nuzlocke challenge gewoon niet lukt bij een YouTuber. Dat het gewoon in één keer klaar is met de Nuzlocke challenge. Dus ik ben super benieuwd of het ons wel gaat lukken. Let's go! Ja, en nu moeten we wel gaan battelen met Nuzzy. Dus ik hoop dat dit allemaal goed gaat. Ah, onze eerste battle! Onze eerste battle is super spannend tegen Nuzzy! Nuzzy stuurt Pikachu eruit. Ja, ik ben wel een beetje bang voor zijn Pikachu als ik heel eerlijk ben. Kom op, Eve! Let's go! We zijn allebei level 6. Dus we hebben geen level advantage of zo. Wij zijn wel sneller met onze quick attack. Oh, een donderschok. Oh, dit gaat goed. Heeft mijn Eve zo'n goede defense? Oh, we zijn wel paralyzed. Dat is wel echt heel erg veel minder. Dat is echt heel erg veel minder. Ik hoop dat we niet fully paralyzed zijn dan. Kom op, Eve. Yes, quick attack. Hoppa, ah, gelukkig. Deze eerste battle hebben we in ieder geval overleefd. We hebben de eerste battle in de Nuzlocke Challenge gedaan. Yay! Ah, ik ga echt heel erg zenuwachtig worden, denk ik, voor elke battle, man. Oeh, okay. Sorry, man. Sorry, Nuzzy, maar jij kan mijn Pokémon niet beaten. Het mag niet. Het mag gewoon niet. Professor vraagt of we het naar ons zin hebben gehad in onze eerste battle. Ja, op zich wel. Maar het was wel super spannend. Weet je, ik ben altijd heel erg benieuwd. Welke Pokémon zou er nou in deze Pokéball zitten? Welke Pokémon laten we hier nou achter? Is het Bulbasaur, Squirtle, Charmander? Of misschien een hele andere Pokémon? Misschien zit er wel een Ditto in. Okay, jongens. Onze Nuzlocke Challenge is officieel begonnen. We moeten nog eventjes praten met deze mevrouw. Dit is volgens mij toch de zus. De zus van Nuzzy. We krijgen in ieder geval een gift. En dat, ja, we krijgen een pakje. Een pakje voor Eevee. Maar eigenlijk vind ik het veel leuker als Eevee er gewoon zo uitziet zoals Eevee er nu uitziet. Ja, dus sorry. We laten het gewoon lekker zo. Doei, tot de volgende keer. Nou, dan gaan we weer dezelfde weg naar boven. Weer richting Viridian City. En dan hopen we dat Jesse en James gewoon weg zijn. Ik haal nog even een potion op bij deze meneer. Hey, gratis potion. Yay, gratis potion. Lekker hoor. Is mijn Eevee eigenlijk al geheeld of niet? Ja, mijn Eevee is geheeld. Nice. Hoi Bellsprout. Oh, trouwens, mochten we een shiny Pokémon tegenkomen, dan is dat de uitzondering. Shiny Pokémon, die mogen we gewoon vangen. Altijd. Of we nou al een Pokémon op die route hebben gevangen of niet, shiny Pokémon, die mag je wel gewoon vangen. We moeten tegen Ronnie. Yo, Ronnie met je mooie Weedeltje. Je hebt een Redditor. Hey, Redditor. Go, Eve. Let's go. Pak die Redditor aan. Die Redditor is gelukkig maar level 3. Dus dat moet geen enkel probleem zijn voor onze Eve. Hoppa. Hij doet een Tail Whip. Helemaal prima. Gaat er nog geen HP van mijn Eevee af ook. Dat is helemaal nice. Sommige YouTubers die een Nuzlocke Challenge doen, die hebben ook de regel dat je geen potions mag gebruiken. Dus dat je alleen maar je Pokémon mag healen in het Pokécenter en dus geen healing items mag gebruiken. Ik vind dat persoonlijk onzin, want healing items zijn gewoon part of the game. Dat hoort er gewoon bij. Je moet je Pokémon kunnen healen als je in een battle zit, vind ik. Dus dat gaan wij niet doen. Wij gaan niet alleen maar healen in Pokémon Centers. Wij gaan gewoon ook items kopen. En die items gaan wij ook gewoon gebruiken. Hey Nuzzy, sta je hier weer te wachten op mij? Nuzzy zegt, hey, je ziet er wel verbaasd uit, man. Hey, je hebt een andere trainer verslagen. Oh, dat doe je goed. Hij gaat ons nu uitleggen hoe het Pokémon Center werkt. Nou, dat weten wij natuurlijk al lang.
Dat weten we al lang dus niet, maar bedankt voor je hulp, man. Misschien kunnen we nog wat pokeballs kopen. We moeten tenslotte wel gewoon gaan levelen strakjes. Ik ga proberen om eerst 6 Pokémon te vangen en dan pas te levelen. Maar ik denk dat het niet gaat lukken. Volgens mij kunnen wij maximaal 5 Pokémon vangen. Of misschien ook niet. Misschien halen we de 6 wel. Ik heb 51 Pokéballs. Oh, nou dan hoeven we die voorlopig nog niet te kopen. Wel ga ik wat potions inslaan. Hoppakee, 5 potions. En ook wat antidotes. Zo, 5 antidotes erbij. Ja, toppie. En Paralyze Heal. Ja, doe er ook maar eentje voor de zekerheid. Je weet het nooit. Misschien worden we wel nog een keer geparalyzed. Zo, oké, doei doei. Let's go. Dan gaan we hier naar boven. En volgens mij is dit gewoon een nieuwe route. Dus hier mogen wij gewoon weer een Pokémon gaan vangen. Ja, dit is inderdaad route 2. Hier mogen we weer de eerste Pokémon gaan vangen die we tegenkomen. Dus wie is dat? Het is een Pidgey. Hallo Pidgey, ik ga jou vangen. Jij mag ook in mijn team. Het zijn nog wel de redelijk standaard Pokémon natuurlijk die we allemaal nu tegenkomen. Maar dat geeft helemaal niks. Op de volgende route kunnen we een Bulbasaur of een Pikachu tegenkomen. Het zou wat zijn jongens als we gelijk een Bulbasaur of een Pikachu zien. Ah, dat hoop ik. Ik hoop dat dat gaat lukken. Maar hier hebben we in ieder geval Pidgey. Yay! En Purple en Queen gaan ook weer een leveltje omhoog. Dat is lekker hoor. Queen naar level 4. Purple level 5. En natuurlijk gaat Pidgey dan ook weer in de Pokédex. Onze Normal en Flying type Pokémon. Ah, dan komen we nu wel een Bellsprout en een Weedle tegen. Ja, die Bellsprout die wil ik ook toch wel graag in mijn team. Want een Grass type Pokémon in je team is wel heel erg handig. Voor die eerste gym namelijk. Ah, hopen dat we in Viridian Forest een Pokémon gaan vinden. Die ons wel kan gaan helpen tegen Brock straks. Ik hoop zelf heel erg op een Bulbasaur. Maar of we ook echt een Bulbasaur gaan vinden, gaan jullie zien in de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie het tof vinden dat ik weer Pokémon speel op mijn kanaal. Dat we een hele moeilijke, een hele dikke Nuzlocke challenge gaan doen. Doe in dat geval zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/rickatchu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Muscle!